1969 ontdekte men voor het eerst radiogolven van kleine groene mannetjes. Ik ben Roy Smits en in deze serie vertel ik over het universum en wetenschap. En vandaag ga ik het hebben over de ontdekking van deze kleine groene mannetjes. In de vorige aflevering vertelde ik hoe met radiotelescopen misschien wel radiosignalen zouden kunnen ontdekken van aliens. En tegenwoordig kijken sterrenkundigen continu naar de radiogolven uit het universum. En het doel ervan is om te proberen te begrijpen wat er daarbuiten allemaal is en hoe het precies werkt. Sinds 1930 van de vorige eeuw weten we immers dat het universum niet alleen licht uitzendt dat we met het blote oog of met een optische telescoop zouden kunnen waarnemen, maar dat het universum ook radiogolven uitzendt. En het hele idee dat we daarmee aliens zouden kunnen waarnemen, ja, dat werd lang gezien als science fiction. Maar in 1967 ontvingen wij wel degelijk een signaal dat verdomde veel leek op een signaal van een buitenaardse intelligente beschaving. Dit verhaal gaat over Jocelyn Bell. In 1967 werkte zij als student aan de Cambridge Universiteit onder professor Anthony Hewish. In de zomer van 1967 werkte zij samen met andere studenten om deze telescoop te bouwen. Deze telescoop is heel geschikt om zogenaamde quasars waar te nemen. Dat zijn sterrenstelsels die hele sterke straling uitzenden. En het was de taak van Jocelyn Bell om de data van deze telescoop te analyseren. Dit is voor het tijdperk van computers. Dus de data werd weggeschreven op een zogenaamde chart recorder. Dat is een apparaat waar papier doorheen gaat en een signaal wordt weggeschreven door een automatische pen die heen en weer kan bewegen. Dus Jocelyn Bell moest honderden meters papier afzoeken naar bijzondere signalen. En toevallig was ze daar heel erg goed in. In die vele honderden meters papier die Jocelyn Bell moest bestuderen, zag ze op een gegeven moment een signaal dat regelmatig terugkeerde. En dat signaal dat leek best veel op dat van een lokale storingsbron, bijvoorbeeld van een elektrisch apparaat. Maar Jocelyn Bell is een nieuwsgierig persoon. En zij wilde precies weten wat het nou voor een signaal was, waar het vandaan kwam. En zij ging het signaal dus beter onderzoeken. En ze ontdekte dat het signaal alleen terugkeerde als één bepaald plekje aan de hemel precies boven de telescoop stond. In overleg met haar baas Anthony Hewish besloot ze om het signaal wat nauwkeuriger waar te nemen. En dat kan door het papier wat sneller door de chart recorder heen te laten lopen wanneer die mysterieuze plekje aan de hemel precies boven de telescoop staat. Daarvoor moest Jocelyn wel iedere dag naar het observatorium toe om die chart recorder handmatig eventjes bij te stellen. En wat zag ze? Niets! Helemaal niets! Het signaal was spontaan verdwenen en een maand lang ging ze iedere dag naar het observatorium toe en iedere dag zag ze helemaal niets. Het signaal was weg. Tot één bijzondere dag dat het signaal spontaan weer terugkwam. En dat was net de dag waarop Jocelyn Bell niet naar het observatorium was gegaan omdat ze een lunchpraatje wilde bijwonen op haar instituut. Haar baas was niet zo blij. Dus de volgende dag bleef Jocelyn Bell de hele dag bij het observatorium om er zeker van te zijn dat ze het signaal niet nog een keer zou missen. En warempel, het signaal was opnieuw zichtbaar. En ditmaal had ze een geweldige waarneming met een veel hogere nauwkeurigheid. En dit is wat zij zag. Pulsjes van radiogolven uit het diepe universum. En deze pulsjes zijn volmaakt periodiek. Alsof ze voortkomen uit een of andere super geavanceerde klok die iedere 1,33 seconden tikt. Wat in het universum kan zoiets nou veroorzaken? Een klok? Maar klokken ontstaan niet spontaan in de natuur. Er is dus maar één logische verklaring. Jocelyn Bell had kleine groene mannetjes ontdekt. Wee!
Het signaal dat Josephine Bell had gevonden, kreeg de volgende naam. LGM, dat staat voor Little Green Men, oftewel kleine groene mannetjes. Josephine Bell ging ondertussen verder met het analyseren van de honderden meters aan papier. En daarbij vond ze nog zo'n periodiek signaal, ditmaal met een iets andere periode en vanuit een andere plek aan de hemel. En later vond ze nog eens twee van dit soort Little Green Men. En al die signalen lijken wel afkomstig te zijn van een klok, maar ze komen vanuit een ander plekje aan de hemel. En dat is raar, want hoe kan het dat die aliens zowel aan die kant van het universum zitten, en tevens aan die kant van het universum? En dat is niet het enige wat raar is, want als het signaal echt van aliens afkomstig zou zijn, dan zou je verwachten dat het signaal van een planeet afkomt. Een planeet die om een ster heen draait. Dit is de aarde, die om de zon heen draait. En dit is de planeet van de kleine groene mannetjes, die om hun eigen ster heen draait. En dit zijn de pulsjes die zij naar de aarde toezenden. Indien dit signaal echt van een planeet afkomstig zou zijn, dan zou je verwachten dat de afstand tussen die pulsjes langzaam zou toenemen of juist zou afnemen wanneer de planeet van ons afbeweegt of juist naar ons toe beweegt. Datzelfde effect kun je horen bij de sirene van de ambulance die voorbij komt rijden. Wanneer de ambulance naar je toe rijdt, dan hoor je die toon omhoog gaan. En wanneer de ambulance weer wegrijdt, dan hoor je die toon juist weer omlaag gaan. Dat noemen we het Doppler-effect. En dat effect zou je ook verwachten in deze dataset van het signaal. Als je maar lang genoeg waarneemt. En we zien inderdaad een Doppler-effect in dat signaal. Maar dat Doppler-effect is afkomstig van de aarde die om de zon heen beweegt. Want dat geeft immers ook een Doppler-effect. De bron van dit signaal blijkt geen Doppler-effect te hebben. Ja, en dat betekent dat de bron dus niet van een planeet afkomstig is. Dan lijkt het erop dat we toch iets te snel geoordeeld hebben dat het signaal van kleine groene mannetjes afkomstig is. Maar wat is het dan wel? Kan de natuur spontaan een volmaakte klok produceren die ook nog eens radiogolven uitzendt? Daar ga ik het de volgende keer over hebben. Meer fantastische verhalen over sterrenkunde vind je in mijn boek Telescopen en Tijdmachines. Voor meer sterrenkunde kijk op mijn website roysmits.nl of Facebook Telescopen, Twitter Roy_Smits of Instagram JM_Smits.